Ik wil het even hebben over 100 kilometer of harder rijden, vrienden. Ja, dat is natuurlijk al een tijdje aan de gang, die discussie. Ja, moeten we het nou wel, moeten we niet en waarom mag het nou niet? En dan hebben we die mevrouw van der Wal, die minister, hè, die noemen we even mevrouw Stikstof. En mevrouw Stikstof, die is al een paar keer door allerlei rapporten teruggefloten. Ja! Weet je nog, toen ging het over die piekbelasters, weet je nog, en dat klopte helemaal niet. Ja, nee, want er kwam het gelijk naar beneden, hè, een paar honderd meter verderop. Nee, uit de rapporten bleek, het was veel en veel verder. Klopte helemaal niks van het hele verhaal. En ook voor de visserij moesten ze ook allerlei dingen bijstellen. Want al die aannames, die klopten ook allemaal niet. Nee. Nou, en nou heeft ze een tijdje geleden gezegd, ja, het is hard nodig dat we 100 kilometer rijden, want dat heeft de natuur, dat is heel goed voor de natuur. En nou is er weer een rapport uitgekomen, vrienden, ja, en uit dat rapport blijkt gewoon dat, hoogleraren zeggen dat ook, het heeft geen effect. 100 kilometer rijden heeft geen, wat stikstof betreft, geen effect op de natuur. Nee. Verwaarloosbaar staat er letterlijk in het rapport. Ja. Maar goed. En wat zegt onze mevrouw Stikstof? Die zegt, ja, maar nee, het bad is vol. Het bad is vol. Er kan geen druppel meer bij. Kan geen druppeltje meer bij. Bij mevrouw Stikstof. En die zegt, dus wij blijven 100 kilometer rijden. Terwijl de rapporten zeggen, het is niet nodig. En trouwens, heel Europa vindt dat. Ja, want er is geen land te vinden. Ik heb eerder opgezocht. Geen land te vinden waar ze 100 kilometer rijden. Trouwens, dat is ook niks, dat 100 kilometer. Ja, het lijkt wel alsof je op de lopende band staat, weet je wel. Op Schiphol. Je sukkelt zo in slaap. Ja, dat, weet je wel. Nee, dus wat ik zeg. Geen land in Europa. Nee. 110, twee landen, die rijden 110. De rest rijdt allemaal 120 of 130. Maar niet in Nederland. Nou, zeg, wordt het niet de allerhoogste tijd dat we die mevrouw Stikstof eens even vrolijk naar huis sturen?